Oké, goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Moet je kijken? Oké, volgens mij heeft iemand een pigment spawner aan de andere kant van de portal neergezet, want dit slaat nergens op. Ik wil door de portal heen kunnen natuurlijk. Ja, daar gaan we. Nee, valt mee. Geen pranks. Oké, dan is het gewoon natuurlijk. Oké, bijzonder. In ieder geval, welkom bij deze aflevering van Krimi TV. Het zijn er wat weinig geweest de afgelopen tijd, dat weet ik. Ik ben namelijk nog steeds een beetje ziek. Maar ik ben de rest van de week heel erg ziek geweest. Dus je hoort me af en toe een beetje sniffelen. Sorry daarvoor. Je hoort me af en toe misschien een beetje hoesten op de achtergrond. Ik zal de camera uitzetten als ik echt moet niezen of iets dergelijks. Het spijt me heel erg. Ik ben gewoon ziek. En ja, als je ziek bent, dan kun je moeilijk opnemen. Tenminste, niet zonder mensen... Ja, hoe zal ik het netjes noemen? Af te schrikken. Van, wat vies, bah. Want tegenwoordig, ja, het is er niet meer bij. Gewoon een beetje ziek zijn met elkaar. Gewoon een beetje in elkaars gezicht niezen en zo. Dus, dat is tegenwoordig vies. Dus doen we niet meer. Goed, hoe het ook zij, we hebben van alles te doen vandaag. Ik wil heel graag naar de Space Station om daar te beginnen met het maken van en het voorbereiden van. De stroomvoorziening, laten we daarmee beginnen. Dan kunnen we vanaf daar... Heb ik nog wel een raket? Oh, die was ik de vorige keer vergeten, want ik ben een sukkel. Ja, dat is waar ook. We zien de rocket. Ach god, ik heb hem nog. Yes. Ik heb er een op de Space Station gemaakt. Fantastisch. Goed, gaan we dan. Tijd voor een lancering. Zo, raketje erop. Bah. Tier 1 raketje. Jij bent aan het fuel loaden. Fantastisch. Jij bent fuel aan het krijgen. We wachten heel even. Anders dan gaan we straks helemaal de sigaar zijn. Als we niet genoeg fuel hebben. Vorige keer hebben we gezien dat als je hem hier ongeveer start. Dan red je het wel. Zo. Wat vinden jullie van de nieuwe serie? Hitman. Ik ben zelf heel erg enthousiast over de serie. Ik ben nog wel flink aan het prutsen met het geluid. Zoals Super Mirza even uit mijn hoofd al aan heeft gekaart. De cinematics zijn heel stil. En in games en de sound effects misschien wat luid af en toe. Heeft te maken met het feit dat je alles moet afstemmen uiteraard. Ik bedoel, de muziek moet niet te luid zijn. Ik moet er overheen kunnen praten. De geluiden moeten geen jumpscares worden. Dus geen gigantische knallen en dat soort dingen. Dus het is allemaal een beetje, ja, een beetje zoeken naar de juiste balans. Daar gaan we weer. Ik heb Svex weer uitgezet. Sommige mensen storen zich enorm aan Svex. En sommige mensen die willen graag dat ik hem hou. Nou, ik heb altijd geleerd, als je iets verandert, en er zijn heel veel mensen die het niet leuk vinden, ga dan terug naar zonder verandering. Dus daar houden we het ook bij. Geen verandering, geen gedoe. Gewoon weer default texture pack. Zoals het, zoals ik het gewend was eigenlijk. Ik vind Svex vind ik zelf wel mooi, alleen inderdaad, er waren te veel textures die misten. En ik heb eigenlijk geen zin om zelf een texture pack samen te stellen. Ik vind dit zo raar. De achtergrond verandert als je richting de zon kijkt. Heel bijzonder. Bijzonder. Goed, Edenia Space Operations. Hier zijn we dan in onze pod waarin we teleporten als we beginnen. Even kijken. Oh, jij staat nog aan. Jij bent de hele tijd al aan het drainen geweest. Ja, teleport heb ik aanstaan. Goed, we moeten gewoon gaan bouwen. En ik denk dat we gewoon gaan bouwen met dirt en stone. Misschien dat is moon dirt. Ja, dit is gewoon dirt. Zo. Jammer dat er in deze versie van Tekkit geen manier is om dirt te maken. Je kunt niet dirt maken. Alleen uit compressed dirt. En met gravel als je een minimum stone gebruikt. En dat is het. Je kunt geen andere manier dirt maken. Dus als er een manier is trouwens om gravel te maken, dan kunnen we het wel automatiseren. Maar gravel kun je alleen maken uit klei. Oké, klei, ja. Klei en dirt, duidelijk. En kunnen we klei maken? Gravel, sandstone, flint, grote blokken klei. Slag, dirt en water. Ja, dat kost weer dirt om dan later weer dirt te maken. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, we kunnen geen dirt fabriceren. Dat maakt het een beetje lastig en een beetje jammer. Anders hadden we gewoon een dirtfabriek kunnen maken. A la Sips eigenlijk.
om onze eilandjes van te bouwen. We hebben ook grasblokken nodig. Uiteraard kunnen we die wel maken. Grasblokken. Nee, moeten we silk touchen? Is geen enkel probleem. Ik heb wel silk touch. En ik heb nog best wat grasblokken op voorraad. Ik wil wel gras hebben omdat dat gewoon mooier is. Ook hebben we uiteraard water nodig. Bucket. Heb ik buckets of water? Nee, is niet zo 1, 2, 3. Ik heb het goed dus wel. Even kijken. Ender tank. Waar water in zit. Wat gebruiken we die? Even zien, volgens mij was dat light blue. Light. Blue. Misschien valt hier wat onder. Volgens mij is het systeem even vastgelopen. Blue. Light blue sapling. Yes. 1, 2. Hopsakee. En hier. En hier. Kijk, water. We hebben water. Fantastisch. Water zetten we wel even. Even zien. Bucket heb ik nodig. Ik heb 1 bucket met water nodig. Voor de eilandjes. Dan zal ik jullie eventjes een voorbeeld eilandje geven. Ook tin. Upgrade heb ik hier. Upgrade. Nee, die heb ik nog in mijn zak. La 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 la. Hier. Heel veel tin upgrades. Zo. Die kan wel weer weg. Zal ik jullie de bedoeling toch even laten zien wat ik bedoel met de hele bende. Even zien. Dan heb ik een planter nodig. Een harvester. En meer niet eigenlijk. Even zien, dit zijn allemaal ender tanks. Dit is een resonant energy cell. Ik heb een tesseract nodig voor stroom. En ik heb item ducts nodig. Impulse item ducts. En ik heb redstone nodig. Zo. En laten we deze gewoon voor seeds maken. Oké, we hebben nu een hele show met items in ons inventory. Hoppa. En nu gaan we naar buiten. Hoppa, onze raket staat hier nog, zie je wel. En hier zit onze andere raket, niet vergeten, op de terugweg, anders hebben we weer een probleem. Maken we heel veel extra raketten wat niet nodig is. Ik ben nog iets vergeten trouwens, hopelijk kan ik erbij via de computer. Nee, no signal, moet ik eventjes hierboven gaan staan, denk ik. Hier heb ik nog wel signal, ja hier. Angel block. Angel block is heel belangrijk. Angel block kun je namelijk gewoon in de ruimte neerzetten. En dan is gewoon plop, alsjeblieft. Ik weet niet of ik deze alles heb laten zien. Volgens mij wel. Even kijken. Waar gaan we ons eerste eilandje bouwen? Hier. Plop. En er staat hier ergens een angel block. Kijk, daar is een angel block. En nu kunnen we vanaf hier gewoon gaan bouwen. Dus als het angel block het centrum is, dan bouwen we vanaf hier gewoon zodanig uit. Even kijken. Nou, dan ga ik eventjes aan het prutsen met de dimensies en hoe groot het eilandje moet zijn. En dan kunnen we later eventueel om dit eiland, zeg maar. Waar is mijn blok nou? Oh, ik heb hem wel. Oké. Dat ging iets sneller dan ik had verwacht. Goed, hier zal dan inderdaad de planter komen. Met een blokje water erboven, et cetera, et cetera. Even kijken. Ja, zo. Nou, ik zal wel even wat dimensies inderdaad in orde maken. Zodat we weten waar we aan toe zijn. En dan laat ik jullie het resultaat wel even zien. Dit is dus het simpele kale principe wat we kunnen gebruiken. Een van de dingen die ik zelf zou veranderen is gewoon een tweede tesseract gebruiken. Ik bedoel, het is niet alsof we twee tesseracts nodig hebben. Maar dit is een oplossing voor mensen die niet heel veel tesseracts hebben. Je kunt dit ook gewoon aan je hoofdstroom koppelen natuurlijk. Ik gebruik een tesseract hier. Deze zal ook items versturen, zoals wheat. Dus we hebben nog een ontvangst nodig voor wheat. Die zal ik sowieso moeten opzetten. Ik denk dat ik in het begin gewoon inderdaad de ender chest gebruik. Gewoon roze. De standaard ender chest die we gebruiken, waar zou ik hem hebben? Ik denk dat we hem in het systeem hebben. Dus voor nu ga ik hier inderdaad een tesseract opzetten. Gewoon alles met tesseracts klaar. We hoeven ook geen items te ontvangen. Zo, hier tesseract. Huppa. Receive. Energy only. High-tech power. Huppa. Kunnen deze tenminste weg? Zo, moet ik ze wel vangen? Want het is... Ja, ach. Ik kan ze toch oneindig maken eigenlijk. Het is niet alsof we items tekort hebben of zo. Maar ja. Ik blijf in Nederland. Ik ben zuinig.
Goed, hoe het ook zij. Deze hebben we nu in ieder geval verwijderd. Zo. Dan moeten we deze dus niet items laten ontvangen of versturen. Dus gewoon alleen energie. En dan zal deze weg moeten. Zo, en dan moet hier een ender chest onder. Hoppa. Oeh, eng geluid. Even kijken hoor. Ender chest. Gewoon een van deze. Roze, roze, roze. Of roze, wit, roze. Is voor de high-tech base. Oeh, hallo. Dat is niet de bedoeling. Zo. En deze kan hier dan gewoon onder. Prioriteit gaat dus uit naar hier. Hier zit een numeric servo in. Die seeds accepteert. En geen andere items. En hier zit dan de ender chest. Die alle andere shit accepteert. Zoals bijvoorbeeld seeds die overblijven. Of wheat. Nou, dit is volledig geautomatiseerd. We kunnen nog compost gebruiken. Dan hebben we ergens een sewer nodig. En het punt is dus, dan moeten we eerst een oxygen bubble maken om hier koeien neer te zetten. Want koeien zullen sterven in de ruimte zonder propere energie. Zuurstof bedoel ik, energie hebben ze niet zozeer nodig in Minecraft. Wordt geen rekening mee gehouden. Goed, dit kan allemaal weg. We hebben dirt, we hebben gras, we hebben spul. Dit kan echt oneindig lang lopen. Maar we zullen wel onze eigen energievoorziening moeten hebben. En we moeten hier natuurlijk iets moois van maken. We kunnen niet zomaar... we kunnen dit niet op deze manier doen. We zouden eventueel wel een bol eromheen kunnen doen. Een bol van, nou, noem maar op, wat we ook maar willen hebben. Gewoon een force field. En dan zweven er allemaal bollen in de ruimte. Dat is op zich niet verkeerd. Alleen ja, je weet hoe het gaat. Het is niet echt het juf van het wat dat betreft. Het ziet er niet geweldig uit als alles een bol is. Even kijken of we nog meer seeds hebben. Ja, genoeg. Kijk eens aan. We vullen eventjes de voorraad. Dan kunnen we hem zien in werking. Zo. Kijk, als we deze simpelweg opvullen met meer seeds, dan worden deze ook gelijk geplant, zul je zien. Ja. En dit is dus met een tin upgrade, precies 4x4. Omdat 4x4 gewoon perfect is voor het gebruik van een farm. Want het water houdt dus 4x4 volledig in check, zeg maar. Je hebt geen extra water nodig behalve deze. Dus tin upgrades zijn wat dat betreft perfect. Nou, hetzelfde geldt als we straks boomeilandjes gaan maken. 4x4 is groot genoeg voor een kleine tree farm. Je hoeft niet alles groter te maken dan dat. En tin, laten we eerlijk zijn, iedereen heeft genoeg tin. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor tin upgrades. Goed, de basis ligt. We kunnen dit soort eilandjes kunnen we kopiëren met een custom mode van de force fields. Force fields, ik kon even niet op het woord komen zoals gebruikelijk. Ik ben nog steeds een beetje ziek zoals ik zei. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon vrolijk verder. Force fields kun je gebruiken om dingen te kopiëren. Gehele eilanden, gehele spheres zoals deze kunnen we letterlijk blok voor blok kopiëren. Ook wil ik een apparaat maken wat automatisch mijn tanks vult. Zonder dat ik steeds hier naar binnen hoef. Oh shit, de seal is niet volledig. Oh, nu wel weer. Oké. Hallo, moet je ze wel omwisselen, Jan. Ik weet dat je er niet helemaal bij bent vandaag met je hoofd. Maar je moet ze wel omwisselen, anders zit je straks zonder zuurstof. En dan ben je nog verder van huis. Goed, airlock. En daar gaan we. Dit is dus een van de eilandjes. Nou, dat is dus even een voorbeeld. Ze gaan er niet allemaal zo uitzien waarschijnlijk, maar je snapt het idee wel. Dit wordt automatisch geharvest en teruggestuurd naar een centrale. We gaan later uiteraard een centrale maken hier op de Lifestar of de Edenia Space Operations. We gaan eigenlijk ervoor zorgen dat we hier kunnen leven zonder afhankelijk te zijn van de aarde. Maar goed, zover zijn we nog niet. We moeten nog het een en ander bouwen en het eerste is dan energie. En opeens vraag je je af, wat doen we nou in een creative world? Nou, dat zal ik je inderdaad laten zien. Punt is, reactors zijn leuk hoor, absoluut. Maar reactors kunnen niet het maximale aan power voorzien. Deze kleine reactor doet zo'n 10k RF per tik als hij niet op water staat. En dan zal ik je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Deze reactor die ontvangt via een
Ik pak deze even op. Via een reactor coolant port ontvangt deze water. En dat water verandert hij in stoom, omdat hij een reactor coolant port heeft. En geen power taps. Nou, omdat hij geen power taps heeft, stuurt hij via hier een reactor coolant port naar deze turbine nieuwe stoom. Dat hij dus genereert. En dat stoom gebruikt hij om de ding rond te laten draaien. Het is best een ingewikkelde beeld, maar ik laat straks wel even zien wat ik bedoel met alle items. Ook heb ik een power oplossing gevonden. Redstone energy conduits, die kunnen niet zoveel power verdragen, maar transfer nodes en transfer pipes wel. Je kunt upgrades in deze pipes steken, zoals speed upgrades, maar het enige wat de speed upgrade doet is dit versnellen. Power verzenden, dat doet hij niet sneller. Mining upgrades hebben geen nut en stacks upgrades hebben ook geen nut voor transfer nodes, echter wel voor liquids. En daar komen we later even op, want dat is iets dat we wel nodig gaan hebben. Ik heb hier ook wat tesseracts die water verzamelen, die versturen fluids naar de reactor, die dus het water omzet in stoom. En die stoom kun je dan weer gebruiken om dit ding te laten blazen. Nou, ik heb hier wat Enderium blocks als een coil. Het is allemaal best ingewikkeld. Ik zal het straks stap voor stap even bij langs gaan. Echter denk ik niet dat ik dit ga bouwen bij de Space Station. Dit is gewoon een experiment van mij. En het experiment dat komt omdat ik meer stroom wilde gebruiken. Het punt is echter, heel veel van de stoom die ik maak, wordt niet gebruikt. Hier zul je zien dat ik altijd een overvloed aan stoom heb. Af en toe dan piekt hij er even uit en dan maakt hij nieuwe stoom van het water dat er nog in zit. Dus we hebben in principe te veel stoom. Dus we kunnen meer dan één van deze turbines hieraan vastmaken aan deze kleine efficiënte reactor van, hij is even zien, 9 bij 9 bij 3. Nou, dat is op zich niet zo heel veel qua ruimte. En er kunnen dus 4 van deze gigantische reactors kunnen daar waarschijnlijk wel aan. Ik ga eventjes een probeerseltje maken met meerdere setups. En dat ga ik dan even testen met meerdere van deze turbines. Dus even kijken hoe we dat volhouden. Het grootste nadeel tussendoor is trouwens dat wanneer je een blok verwijdert van een turbine, dat hij dan weer opnieuw moet beginnen met rotor speed opbouwen. En dat zorgt ervoor dat je in het begin heel weinig RF per tik hebt. Deze moeten continu draaien en ze moeten nooit stoom verliezen, anders dan werkt het niet. Dus dat is even een nadeel. Dan ga ik nu eens kijken of ik een efficiënte setup kan maken voor heel veel stroom. Allereerst even het volgende. Ik maak hier een kubus van 9 bij 9 bij 9. Eens even kijken of dat genoeg stoom opwekt voor 4 turbines. Even het volgende dus inderdaad. Deze wil ik trouwens gecentreerd hebben, want ja, ik ben zo'n type dat het per se in het midden moet hebben. Maar goed, dat even terzijde. Ik heb een heel leuk trucje uitgevonden voor mensen die graag in creative bouwen. Ik snap dat niet iedereen een survival wereld wil, die willen gewoon iets leuks bouwen in creative. En dan is dit een leuke oplossing voor je Yellorium probleem. Je kunt een creative strongbox maken, daar kun je items in stoppen. En die worden dan automatisch gedupliceerd. En ik heb hier dus een transfer node die ze hier naartoe pompt. Nou, één transfer node zonder upgrades bedoel ik, is meer dan genoeg om deze gevuld te houden. Een uitgangpoort is natuurlijk ook handig. Dus doe je gewoon een access port, zet je op outlet mode. En deze kun je dan gewoon naar een void pipe laten lopen als je hem in creative toch niet gebruikt. En anders dan maak je een ander type strongbox of chest, zoals een diamond chest of een... nou, laten we eens even kijken. Wat voor chests hebben we hier? Obsidian chest. Nou, die pomp je dan inderdaad ook zo. Hup. Met een transfer node, alleen deze doe je dus andersom. Item transfer node. En op die manier kun je heel makkelijk items verplaatsen. Item transfer nodes zijn in principe vanaf nu mijn favoriete. Thermal expansion is leuk om mee te beginnen. En zijn ook niet zo duur om te maken. Deze zijn echter wel wat duurder om te maken. Ik zal je eens even laten zien wat ik daarmee bedoel. Even het volgende. Hier. Als je kijkt naar transfer. Dit zijn degenen die het meest gaan gebruiken. Transfer node energy kost blocks of redstone per stuk. 4 transfer node items en wat gold. Nou, dat is niet echt instapmodel. Dit valt in principe mee. Lapis en buckets en iron ingots.
En deze gebruikt enderpearls zelfs. Transfer node items gebruiken enderpearls. En een transfer pipe. En nog wat andere crap. Kabels zijn daarentegen echter wel weer heel goedkoop. Stone slabs, een beetje glas en een stukje redstone. Dan krijg je er 32 van. Hetgene wat echt duur wordt zijn de upgrades. Al helemaal ervan uitgaande dat je soms... upgrade. Al helemaal ervan uitgaande dat je soms een stack nodig hebt. De mining upgrades kosten namelijk een iron pickaxe. Dat gewoon al lastig is omdat je die dus telkens moet craften. En dat ze niet stacken. Plus iron plus lapis. Speed upgrades kosten 2 goud, gold nuggets en 4 blocks of redstone per 4 stuks. En stack upgrades, daar krijg je niet eens een tweede van. Die kosten een speed upgrade, 3 diamonds en gold. Dat is ontzettend duur. Maar zorgt ervoor dat je dus bijvoorbeeld water, wat we straks gaan toepassen, heel makkelijk kunt gaan importeren in je apparaat. Deze gaan op outlet mode, want deze gaan ervoor zorgen dat er steam in de turbines komt die ik hier aan vast ga bouwen. Zo. Dit is echt een hele dure setup en ook best endgame. En ik hoop ook dat die, dat die heel efficiënt is. Ik ga wel eventjes kijken. Ook voor de koeling, floorbs. Gebruik gewoon floorbs. Dit is echt fantastisch. In creative mode al helemaal. In gewoon standaard vanilla Minecraft zijn ze best duur om te maken. Ja, ga dan inderdaad buckets gebruiken. Of gebruik Resonant Ender. Resonant Ender is zeker geen verkeerde manier van koeling toevoegen aan je apparaten. Alleen sommige mensen inderdaad die willen gewoon het beste gebruiken. Dus dan gebruik ik Gelid Cryotheum. Ik zat er zelfs aan te denken om... Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga dit eventjes allemaal vullen met zand, inderdaad. En dan ga ik zelf ook Ender gebruiken. Resonant Ender. Want Resonant Ender is voor zulke soort grote builds toch wat makkelijker om aan te komen. Plus het feit dat het gewoon stroomt naar beneden. Dat maakt het wel stukken gebruiksvriendelijker. Ik zal even de Gelid Cryotheum weghalen en de sneeuw en dan ben ik zo bij jullie terug. Dit is dus wat de reactor haalt zonder fluid ports. Dus gewoon een kale reactor. Die inderdaad alleen maar, alleen maar stroom opbouwt. Vreet niet zo heel veel megabuckets per ticket aan afval. Dus het valt ook reuze mee. Hij is best efficiënt deze. 9x9x9 met 9 fuel rods erin. Gekoeld met Resonant Ender. Dus dat is best efficiënt, maar ja, 27,8. Waarom zouden we dat niet keer 4 kunnen doen? Om water te verzamelen gebruik ik nu dus transfer node, liquids. Deze houden water vast. Deze kunnen speed upgrades, mining upgrades en stack upgrades gebruiken om hier water in te stoppen. En het water dat zal dan altijd op zijn maximaal blijven. Deze moet eerst even afkoelen, want we hebben flink wat hitte. Casing heat en core heat is echt belachelijk hoog. Goed, we hebben wel veel energie erin op dit moment, want het is gewoon nog niet gechanneld. Nu gaan we beginnen aan de turbine. Ik zal er eentje op camera maken om te laten zien hoe het werkt. Even zien, we hebben een turbine fluid port nodig, meerdere zelfs. Turbine power ports uiteraard om de stroom af te tappen. Een turbine controller hebben we nodig. En we hebben rotor shafts en rotor blades nodig. En een rotor bearing. Oké. Dat is wat we in principe nodig hebben. Laten we eens even kijken. Hier zit 1, 2, 3, 4, 5 tussen. Laten we dat dan ook maar zo houden inderdaad. Met een beetje loopruimte vooruit. Zo. Hier maken we eerst een 9x9 van. Dus dat is even hoog als de reactor. Deze reactor is nu zogenaamd een... passieve reactor. Hij maakt zelf geen stroom, maar hij verbruikt energie en jellorium om water te maken. Moet ik wel even tellen. Even zien hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is de lengte die ik gebruik. Als je zelf een beter ontwerp hebt of kunt maken, laat het me dan weten. En laat het de rest van de wereld ook weten. Want ja, het blijft natuurlijk heel erg interessant om met elkaar te vergelijken wat nou het beste is. Wat is nou de oplossing voor gigantisch veel stroom? Nou moet ik zeggen, Atomic Science Mod kan ook heel veel stroom opwekken. Maar ik ben gewoon een grote fan van
deze mod. Gewoon omdat het relatief simpel is en zeer ongevaarlijk. Dat is moet er ook even bij gezegd worden, uiteraard. Zo, dit is de housing voor de turbine. De rest vullen we met glas. Alhoewel de bodem kan wel inderdaad gewoon turbine housing blijven. En ach, de rest eigenlijk ook wel. Dan zul je hem alleen niet zo goed kunnen zien. Dat is het enige nadeel. Op zich is dit prima. Je kunt er ook wanden van glas maken. En dat gaat wel mijn persoonlijke voorkeur naar uit. Zodat je kan zien wat er gebeurt aan de binnenkant. Want dat is eigenlijk de reden dat je zo'n grote turbine maakt. Om te kunnen zien dat hij draait. Want dat is toch wel het fantastische. Als je je shell eenmaal af hebt, dan kun je een turbine rotor shaft gaan bouwen. Over de gehele lengte van je turbine. Deze moet vastzitten aan een turbine rotor bearing. Die kun je hier neerzetten. En dan heb je tenslotte rotor blades nodig. Nou, deze rotor blades maak ik zelf altijd het liefst één blokje verwijderd van de hoofdingang. Zodat je daar nog achterlangs kan lopen mocht het nodig zijn. Om iets aan te passen bijvoorbeeld. En dan kun je eventueel je creative wand gebruiken. Ik maak in totaal 6 van deze. Zo. Dan heb je ook nog een coil nodig. En een coil is in principe waar zeg maar de rotor omheen draait. En waar de rotor omheen draait is best belangrijk van welk materiaal dit is. De meeste mensen gebruiken Enderium blocks met goede reden. Dat werkt namelijk het beste. Althans in de huidige Tekkit modpack. 3, 4. Mensen gebruiken graag 4 van deze rijtjes. En dan bouwen ze dit nog zo rond. Als je dit bij rond bouwt, krijg je te veel weerstand. En dan is je power niet meer optimaal. Dus mensen gebruiken graag deze setup. Aan de binnenkant zijn we nu in principe klaar. Dus die kunnen we dichtbouwen. En je zult ook zien dat de turbine nu een interface krijgt. En een multiblok wordt. Nu hebben we nog stoom nodig. En daarvoor hebben we een turbine fluid port nodig. En ook een turbine fluid port om eruit te pompen. Deze kunnen we... Oh. Deze twee kunnen we hier plaatsen. Zo en zo. Voor het uitpompen kunnen we zeg maar dezelfde gebruiken als deze. En dat kunnen we dan hier vastmaken. Zo. Echter, voor het uitpompen van stoom, dat is hier dus uit en hierin, kunnen we dit doen. Zo. Oh. Kijk, deze bevat al stoom. Maken we deze vast aan hier. En nu zul je zien dat deze stoom ontvangt. En niet zo'n beetje ook. Ook hier kun je, als het niet genoeg is, kijk, dit zijn erg veel upgrades. Het is wellicht niet nodig dat je deze allemaal gebruikt. Kan wel, zou kunnen moeten, maar stel je voor dat het niet hoeft, dan kun je naar eigen keuze kun je upgrades toevoegen. Ik zal straks eens even kijken wat het ultieme is. Deze heb ik alvast te vroeg aangezet, dat is niet de bedoeling. Even kijken, we hebben uiteraard powerports nodig. Deze powerports die plaats ik. Ik doe hier 2 rijtjes van 2. Dus hier zeg maar zo. En hier hetzelfde. Hup. Je kunt dan inderdaad tesseracts gebruiken om je power te verplaatsen. Is ook aan te raden als ik eerlijk mag zijn. En we zullen nu zien dat deze als we stoom krijgen. En ik hoop dat dat wat snel... Nee, het is niet zo heel snel inderdaad. Laten we toch stacks upgrades toevoegen. Dus we pakken deze even weg. Hebben we niet meer nodig. Deze powerports ook niet. Fluidport ook niet. Turbine glass en turbine housing. We kunnen deze straks letterlijk blok voor blok kopiëren. Dat is het mooie. Met behulp van... even zien. Met behulp van de modular force field mod. Force fields kun je gewoon dit helemaal kopiëren. Deze krijgt echt gewoon veel te weinig stoom. Dus stoom inderdaad, steam. Je ziet hier dat steam gewoon leeg is. Terwijl die hier waarschijnlijk best vol zit. Precies. Dus wat doen we? We doen het volgende. We pakken upgrade. En dan voornamelijk inderdaad stacks. En mining. Ik leg ze even allemaal op de grond. Zo, pak ik straks op. Speed. Al deze upgrades gaan we nodig hebben. Kan ik hier tussendoor? Ja, ik kan tussen deze blokken door. Ik vind het nu al leuker dan, dan de standaard, hoe heet het ook alweer. Als je mining upgrade zorgt ervoor... Ik weet niet of mining upgrade een effect heeft. Speed in ieder geval wel en stacks ook.
Dat weet ik in ieder geval wel. Zo, en nu zal deze waarschijnlijk ook wat meer stoom krijgen. Kijk, stoom bouwt op, de power die bouwt op. En de rounds per minute gaat gigantisch omhoog. Voor de zekerheid doe ik toch de mining erbij. Ik denk niet dat het nodig is. Volgens mij is dat wel hiervoor nodig. Mining upgrade. Ja, precies. Nu krijgt hij te weinig water. En dan zul je ook zien dat hier water gaat ontbreken. Ja. Maar deze mining is dus wel nodig. Maar bij deze dus niet. Speed en stacks zou ik hier aan toevoegen. Speed is volgens mij ook niet echt zozeer nodig. Stacks weet ik wel zeker dat die nodig is. Het is eventjes puzzelen met deze, want ik ben niet heel erg bekend. Deze maakt in ieder geval RF en deze gaat... Oh, hij gaat nu langzamer. Oké, dus toch speed. Ga je nu weer snelheid opbouwen? Ja. Oké, hij heeft het nodig. Het schijnt nodig te zijn. Je kunt, zoals in mijn vorige model, hier. Je kunt ze ook aan elkaar bouwen. Dan heb je helemaal geen last van dat ze niet goed met elkaar omgaan. Deze pakt nu alle stoom die hij uitpakt, omdat deze reactor coolant output en de turbine steam input tegen elkaar aan zitten. Dus hij pakt alles wat mogelijk is. En je zult ook zien dat deze gewoon op volle toeren blijft draaien. Fantastische speed. Dus dat is helemaal goed, helemaal fantastisch. Deze turbines, oh god, er zit een bat in de turbine. Dat gaat niet goed. Goed, we laten deze eventjes een tijdje draaien. Zodat we inderdaad kunnen kijken hoe snel deze uiteindelijk gaat. En in de tussentijd kunnen we dus even gaan kijken naar het kopiëren hiervan. Ik hoop dat hij hem kopieert als multiblok, anders moet ik hem alsnog uitzetten. Dus wat gaan we daarvoor doen? We pakken eventjes onze force field scheisse erbij. En daarvoor moet ik even de mod opzoeken. Modular force fields, kijk eens aan. We hebben nodig coercion drivers. We hebben nodig fortron capacitors. We hebben nodig force field projectors. En een custom mode. Waar sta je hier? Custom mode. Oké. Als we deze custom mode hier aanklikken. Set point 1. En set point 2. Zo, dat is fantastisch. Ik hoop dat hij hem dan inderdaad oppakt. Laten we deze Fortron Capacitors inderdaad even neerzetten. Met de Coercion Derivers eromheen. Zo, en dan hier even een Tesseractje maken. Zodat we de stroom van onze turbine kunnen aftappen. Laten we deze eerst even zetten. Power. Zet maar op power en doe maar send. Zo, dat is ook een leuke truc van Creative Mode. Als je hem nu kopieert, behoudt hij zijn instellingen. Zo, dus deze staat nog steeds op Sending Only Energy. Doen we hier hetzelfde, maar dan Receive. En zul je zien dat deze onderling, als ze aanstaan, stroom verkrijgen. Zo, fantastisch allemaal. Wat we nu dus moeten doen is onze force field projector gebruiken. En die moet ook even aanstaan. Hij doet alleen nog niks. We hebben uiteraard al die belachelijke upgrades hier ook voor nodig. Even kijken. Nou, jullie hebben het meeste hiervan al gezien. Toen ik dit heb uitgelegd samen met Thomas. Ik heb gewoon eventjes een heleboel met spul nodig. En dat zal ik hier even op de grond gooien. Waaronder inderdaad een... capacity module, daar heb je gewoon heel veel van nodig. 9 stacks in totaal. We hebben uiteraard scale modules nodig. Nee, geen scale modules, wel translation modules. We hebben ook nodig, even zien, waar zijn ze ook alweer? Niet array, silence, absoluut hebben we die nodig. Collection is ook niet nodig. Capacity, waar is onze speed? Daar zijn ze. Speed modules hebben we ook 9 stacks van nodig. 7, 8, 9. En laten we ze even oppakken. Zover we kunnen. En deze in de juiste apparaten doen. Jij mag een speed en een capacity. Dat mag deze ook. Die mag ook een speed en een capacity.
deze hetzelfde verhaal, et cetera, et cetera. Jullie kennen het wel. Ik zal straks laten zien hoe we deze turbines kunnen vermenigvuldigen. Ik wilde allereerst de turbines gedraaid hebben, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Dus doen we het maar even op deze manier. Wat ik nu nog moet doen inderdaad is turbine fluid ports. Eigenlijk heb ik er wat meer nodig. Ik stop ze gewoon eventjes per stack in deze kist. Ik heb dit volgens mij alles geprobeerd, althans om te laten zien. We pakken gewoon eventjes heel wat hiervan. Dan hebben we wat rotor blades nodig. Hier wat van, zo. Een paar rotor bearing, een paar power ports. Nou ja, een beetje van alles eigenlijk. Dat stoppen we allemaal in deze kist, zo. Jullie gaan ook mee, zo. En nou, dan zetten we de turbines maar naast elkaar. Dat is eigenlijk ook geen enkel probleem. Controllers heb ik nog nodig, turbine controllers. Die gaan ook in de kist. Dan zullen we wel zien wat we nog missen. Ik heb op dit moment de camouflage, die is dus niet nodig. Rotation modules heb ik mee geprobeerd te werken om het te draaien, maar die hebben een heel raar effect. Ik zal het wel even laten zien. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar als ik ze bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen dat we ze naar het rechts willen draaien, dan zul je zien dat die op deze manier gaat werken. Dat is ook zo met een halve stack, dan draait hij alleen wat anders. En met een kwart stack. Nou, het is, het maakt het heel, heel ingewikkeld allemaal. Kijk, dit werkt ook niet echt. Nee, rotation modules, ik ga er gewoon niet meer mee werken. Time eventjes, timer even op 0. Dus ik doe het maar zo. En als ik nu een field stabilizer doe in plaats van camouflage, dan gaat hij hem ook daadwerkelijk bouwen. En dit is dus de schoonheid van het geheel. Je kan dus gewoon inderdaad structures kopiëren op deze manier. Je kan dus met deze modules kan het echt eeuwen en ellen ver weg. Je kunt echt honderden blokken verder kun je hetzelfde gebouw nog eens maken. Nou, op deze manier zorgen we er dus voor dat turbines gewoon makkelijk te kopiëren zijn. Deze rotor speed gaat nog steeds omhoog. We zitten nog niet op maximum RF. Ik ga het straks wel even afwachten, zodat we kunnen zien wat ze doen op maximum snelheid. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Ik heb volgens mij vergeten om turbine powerports erin te gooien. Dus die hebben we ook nodig straks. Oh, ik had er wel een paar, niet zoveel. We hebben geen turbine housing meer. Turbine housing. Eigenlijk zou het inderdaad handig zijn om creative chests hier neer te zetten, maar die heb ik helaas niet. Of tenminste niet heel veel. Niet op die manier in ieder geval is het niet mogelijk. Maar geeft helemaal niks, we doen het gewoon zo. Dit moet toch genoeg turbine housing zijn, lijkt mij. Enderium blocks ben ik vergeten, dus Enderium blocks voegen we ook even toe. Je hebt er volgens mij 37 nodig per turbine, dus het is best veel. Deze kosten dus elk weer, die kosten dus elk weer 9 Enderium ingots. Volgens mij zijn we klaar met deze, fantastisch. Pakken we deze, die voegen we gewoon toe aan de poort voor het versturen van energie. We kunnen ook steam tesseract doen. Dat wil ik ook wel even proberen om te kijken hoe efficiënt dat is. Want tesseracts zijn in principe ook oneindige verplaatsing. Dus als ik deze gebruik, oh, en ik maak eventjes een nieuwe en die noem ik 3. En die noem ik dan steam. Yes. Steam erbij. En steam gaat dan over het versturen van fluids. Niet van energy. Zo. Het versturen van fluids, fantastisch. Laten we deze dan gebruiken op deze poort. Die kunnen dus ook gewoon aan de voorkant zitten. Zijn niet nodig aan de achterkant. En laten we eens even kijken of we dit op deze manier met receive only kunnen draaiende houden. Oh kijk, nou hij gaat wel fantastisch snel. Water zit echter weer zomaar vol. Voor water wil ik eigenlijk graag dat het verwijderd wordt in zijn geheel. Want deze vullen eigenlijk al oneindig met water. Maar we kunnen ook water tesseracts gaan maken. Voor deze combinatie. Het is op zich wel mogelijk om het zo te doen. Even zien, water. En deze dan receive only. Water. Yes. Deze zijn water receive only. En dan worden deze water send only. Zo. Kijk eens aan. Fantastisch. Hetzelfde doen we dan hier. We werken in zijn geheel met tesseracts op dit moment.
En dit is op zich ook een hele goede optie om te gebruiken. Gewoon Tesseract. Deze voor Steam kun je wel gebruiken. Is op zich niet nodig uiteraard. Deze was Steam. Ik weet het niet meer. Deze was Steam. Ja. Je kunt het dus op deze manier doen. Maar Tesseract zijn voor sommige mensen een beetje endgame. Ik ben er zelf wel aardig fan van. Deze send only. Deze receive only. Fantastisch. Huppa. Moet lukken op deze manier. Goed, we krijgen hier aardig wat Steam binnen. Alleen hij draait nog niet. Ik weet nog niet waarom. Omdat hij het water niet kwijt kan waarschijnlijk. Water moet hij wel kwijt kunnen, anders gaat hij niet draaien. Dat is sowieso iets wat je rekening mee moet houden. Dus laat ik eens even kijken naar het gebruiken van... Oeh, dit zijn best veel dingen die we niet nodig hebben. Even, even allemaal weg, zo. Jullie ook even terug naar aarde, zo. En dan weggooien, hierin. Deze kunnen we wel gebruiken, overigens. Zo, zo, zo. En dan deze, huppa. Kijk, zo doen we dat, opruimen. Fluid, water. Ja, we hebben het niet nodig. Dus misschien is het handig om void pipes te gebruiken. Oh, void. Fluid void, extra cells. Ik weet niet hoe deze werken, maar als ze werken ben ik heel erg dankbaar. Nee, niet op die manier. Oké. Okay. Ah, ik zie het al. Deze moeten nog omgezet worden. Vandaar, fluid voids. Kijk, water is leeg. Oké. Okay. En deze stond als het goed is wel goed. Ja, die staat op input. Deze ontvangt steam. Receive only. Als het goed is, is deze dan send only. Ja, dus hij zou het moeten ontvangen. Hoeveel steam krijgt deze binnen? Ik zie nog niks gebeuren hier. Fluid voids in ieder geval een leuke oplossing. Oh, wacht, ik denk dat ik het al weet. Deze krijgt nu helemaal geen water meer. Haha. Oké, okay, we gebruiken hier gewoon fluid voids voor. Dus even kijken hoe deze, hoe duur deze zijn om te maken. Even kijken, mag ik alsjeblieft weten? Iron ingots, ender pearls, flux crystals. Niet echt heel duur dus. Hier moet dus water in. Even zien. We hebben als het goed is een water inlet. Zet hem gewoon op water. Dat is de water setup die op een andere locatie staat. Als het goed is produceert deze nu wel steam. Alleen, waarom doet hij dat niet? Oh, deze moet send only, als het goed is. Of nee, receive. Hij ontvangt water op locatie. Ik denk niet dat dit gaat werken op deze manier. Dus we pakken maar gewoon weer de transfer pipes erbij. Ik denk dat dat toch het beste is. Transfer, kom op, leertype. Transfer node liquids, transfer pipes, extra water. Gewoon water toevoegen aan die hap. Huppa. Zo. Wat ik dan graag doe is dit. Om even zeker te weten dat het ook gaat werken. Plak, plak. En dan deze er weer onderweg halen. Oh, wel vullen met dirt. En het water weer even aanvullen. Zo. Oh, is al aangevuld. Kijk eens aan. Om de snelheid op te houden, inderdaad weer de upgrades. Je bent er even mee bezig. Het is eventjes uitvinden wat wat is en hoe wat werkt. Speed, mining en stacks voor deze. Speed, mining, stacks. Mining, speed en stacks. Fantastisch. Jij krijgt weer water. Goddank, je maakt weer stoom. Jij kan weer gaan blazen. Je krijgt weer extra stoom. Fantastisch. Deze krijgt als het goed is ook stoom. Niet heel veel, maar hij krijgt stoom. Oh. Kijk, hij maakt er automatisch een multiblok van. Ja, hij moest eventjes kapot gemaakt worden. Maar nu registreert hij inderdaad als een multiblok. En nu gaat hij ook inderdaad stoom afnemen. Fantastisch. Helemaal fantastisch. Fluid voids, handig. Want extra water heb je eigenlijk niet nodig. Dit water is voldoende om alles bij te houden. En nu dus inderdaad nog het opslaan hiervan. En dat doe je dus met... zoals ik eerder zei, energy pipes, energy transfer pipes.
En dat gaat me toch lekker fantastisch snel. Dit staat echt zomaar vol. Ja, gewoon hier. Hier heb je geen stacks of wat dan ook voor nodig. Hij houdt zelf ook nog heel veel RF vast. Dus dat is erg leuk. Het zijn allemaal extra's die je kunt toevoegen. Goed, dit is dus een korte uitleg over hoe je het kan doen. Het is niet optimaal. Het is niet zoals ik het waarschijnlijk in de singleplayer ga doen. Op de server bedoel ik. Op de server ga ik het waarschijnlijk net iets anders doen. Maar dit is een idee over hoe deze werken. Ik zal jullie straks nog eventjes de maximale energie laten zien. En dan nu de compacte samenvatting. Ik weet dat het een lange aflevering is geweest met veel informatie. Het is zo, als je een turbine bouwt en je neemt genoegen met bijna 24k RF per tik. Bouw dan alsjeblieft zo een. Gewoon direct aan elkaar vast. Heel makkelijk, heel compact. Helemaal geen probleem. Je houdt wat van dit spul over, je houdt wat van dat spul over. Verbruik niet heel veel. Je kan ermee leven. Wil je echt veel power hebben echter? Gebruik dan een van deze setups. Ik heb hier dus een 9x9... een passieve reactor gevuld met Enderium, Liquid Ender. Ik heb 9 fuel rods, ik heb niks tegen elkaar aanstaan. Ik gebruik uiteraard de Infinite Chest met Yellorium om dit te bekrachtigen. Hij gebruikt ongeveer een halve millibucket per tik. Dus dat betekent dat ongeveer na 100 seconden, iets langer, dan verbruikt hij 1 Yellorium. Dat is best veel. Dat is best veel, maar met al die stoom die je genereert kun je heel wat apparatuur aan de gang krijgen. Deze reactors, die turbines, die staan alvast aan. De derde, even zien, de vierde en de vijfde heb ik uitgezet, want we produceren net niet genoeg stoom om meer van deze apparatuur erop te laten lopen. Dan zullen we dus echt meer stoom moeten genereren, dus meer van deze passieve reactors neerzetten. Dus deze heb ik helemaal uitgezet. Die doet helemaal niks meer. En die andere op het einde, die heeft nog een klein beetje puff, want hij heeft wat stroom gehad. Maar deze zal straks ook uitvallen. Produceert wel veel stroom inderdaad, dus dat is mooi. Deze zit alweer in het groene gebied, zoals je kunt zien. Oh, je hebt hier zeg maar rotor speed. Rotor speed gaat omhoog en omhoog en omhoog. Elke keer als je in een groen gebied zit, dan zit hij op zijn ultima. Dat is echt, hier haalt hij de beste stroom per rounds per minute. En hier zit wederom zo'n piek. Rondom de 1800. Nou, daar zitten we bijna op. Dat is dus het beste. Even kijken, we halen flink wat stroom hieruit. Hij kan nog ietsje meer. En we verbruiken echt alle stroom die we krijgen. Hetzelfde als bij deze, we verbruiken alle stroom. We gooien het water weg. Want deze kleine setup is genoeg voor al het water dat je nodig hebt. Deze loopt nog steeds niet leeg. Dus dat is mooi. We verbruiken dus best veel stroom om 600 millibuckets per tik om te zetten in stoom. Dat is allemaal 6000, sorry. 6 hele buckets per tik. Deze houdt er zo mee op. En deze die zijn nog aan het opbouwen wat stroom betreft. Hetzelfde met deze. We gebruiken in totaal 5 tesseracts per turbine. Eigenlijk zou... ja, zou je een van deze minder kunnen doen, want we gaan niet boven de 30.000 RF per tik. Dus je kan het tesseract minder gebruiken. Volgens mij kan het tesseract zelfs meer stroom ontvangen dan 10.000 RF per zijde. Zoals met resonant energy conduits. Dus volgens mij heb je zelfs niet zoveel nodig. Volgens mij kun je het zelfs redden met één van deze tesseracts. Als je hem hier plaatst, dan neemt hij alle energie weg. Dat is iets waar je persoonlijk even mee zal moeten proppen. Want je moet natuurlijk ook de energie kwijt kunnen. Je moet het ergens voor kunnen gebruiken. En deze energy tesseracts zijn natuurlijk ideaal voor het gebruik van lasers. Heel veel lasers. Deze lasers zijn aangesloten op de tesseract die daar dan vast zit met energy transfer nodes. Die houden ontzettend veel RF vast. En versturen dat keurig naar de laser die op maximale snelheid werkt. Deze ook en deze ook. Al die snelheid wordt omgezet in het maken van gratis ores. Enige is deze, als ik die aansluit, de vijfde houdt het net niet helemaal vol.
Sommige hiervan zullen dan inderdaad zonder energie komen te zitten. Die zullen gaan knipperen, die zullen gaan ophouden. Krijgt net niet genoeg energie binnen om het allemaal vast te houden. Dus deze zal dan of heel langzaam werken, of je gebruikt het kleine beetje stroom natuurlijk om je extra resonant energy cells te vullen, zodat je een voorraadje hebt. In ieder geval, je kunt een fantastische laserfabriek opzetten met 3 van deze turbines en 1 reactor. Uiteraard draait deze ook nog mee, dus je zal ook voor een klein beetje stroom zorgen. Ik zal eens even voor de zekerheid kijken als ik deze afsluit, of ik dan nog steeds zoveel lasers kan pompen. Ik denk het namelijk net niet. Ik denk dat die laatste dan inderdaad ook kuren gaat krijgen. Deze werkt. Deze gaat dan uit. Deze pakt ook niet alles meer mee. Dus we zullen er eventjes eentje moeten afsluiten. Deze zullen nu ook langzaam zonder stroom komen te zitten. En deze houdt dan op van werken. Even kijken. Maak je hem even af. Heel langzaam maak je hem even af. Plop. Zo, fantastisch. Deze kunnen nu met een gerust hart ook ermee ophouden. Oké, per turbine 1 laser kan ik mee leven. Het is, en je houdt wat stroom over. En dat stroom overhouden, dat is heel fijn. Want we hadden inderdaad al per laser hadden we een reactor type gebouwd dat het exact zou kunnen overnemen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is niet de bedoeling uiteraard. Als je heel veel van die reactors bouwt, verbruik ik heel veel jalorium. En deze, nou ja, valt best mee. Het jalorium verbruik valt reuze mee. En het afval dat je ervan krijgt is ook niet al te gek veel. Dus ja, ik zou zeggen, bouw dan inderdaad lekker wat turbines, gebruik wat tesseracts. Het kost wat meer, maar je bespaart ook wat meer. Dus dat is dan wel weer leuk. En je krijgt belachelijk veel ores. Ik bedoel, hallo. Belachelijk veel ores. Daar doe je het voor. Goed, bedankt voor deze toch wat meer tutorial-achtige aflevering. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer bij Krimi TV.